De Efteling heeft een rijke geschiedenis als het gaat om bijzondere attracties voor jong en oud. Deze zomer wordt aan die indrukwekkende rij de nieuwste en grootste overdekte familieattractie toegevoegd, Symbolica. Er is druk gebouwd aan het Paleis der Fantasie dat haar deuren opent op 1 juli 2017. Dit is de 7e en 1e laatste aflevering van The Making of Symbolica. Majesteit koning Pardulfus Domirano. Verslag van uw trouwe lakei, O.J. Punctuel, die te allen tijden uw trouwe dienaar is. Het tijdstip nadert dat ik de deur van dit tijdelijke verblijf achter mij dicht zal trekken om voorgoed mijn intrek te nemen in uw paleis. De afgelopen tijd heb ik met genoegen gezien dat niets aan het toeval is overgelaten om uw onderkomen de grandeur te geven die het verdient. U kunt zich ervan verzekeren dat u uw gasten, die zich in grote getalen zullen aandienen, op een voortreffelijke wijze ter audiëntie zult kunnen ontvangen. An animatronic character is a little bit like a robot. But where robots need to do an efficient job, and it doesn't matter what they look like, animatronics are all about the aesthetic. So in this case, we need to have Almar really look like a real person standing there. So an animatronic in this way is like a very high-end puppet. It's something that has to take the function of a real person, but do it in a mechanical way. Wij zijn de show aan het programmeren, zodat alle effecten die we erin hebben gebracht ook tot leven gaan komen. We hebben met een kernteam de afgelopen periode bouwrondes gemaakt, zodat we alle restpunten bouwkundig in beeld hebben. Het programmeren van de show bestaat uit verschillende disciplines, geluid, licht en de show zelf, dus de bewegende onderdelen. Het zijn allemaal verschillende mensen die daar afzonderlijk mee bezig zijn. En dadelijk komen die partijen samen en wordt één en hetzelfde beeld gecreëerd in de scène. We zitten nu echt in de laatste weken dat alles moet gebeuren. Want uiteindelijk gaan wij net voor opening de attractie overdragen naar exploitatie. Omdat hun natuurlijk dadelijk de attractie per 1 juli in beheer moeten gaan nemen. En we zijn drukdoende om alles naar behoren op te leveren. De basis daarin is eigenlijk het rijdsysteem. Op dit moment rijden we met 30 voertuigen, maar dan moeten er uiteindelijk 34 worden. En als die basis goed zit, dan bouwen we daar de show verder omheen. Nu 1 juli, de dag van de eerste audiënties, met rasse schreden nadert, zal alles op alles moeten worden gezet om de laatste voorbereidingen te treffen. Maar ik heb er alle vertrouwen in dat ook deze uitdaging tot een goed einde zal worden gebracht. My company was approached by the Efteling a few years ago to work with them on the Baron 1898 dive coaster. A couple years after that, they asked us to start looking at some things for Symbolica, this highly anticipated attraction. And so we were given these incredible drawings of beautiful sets and scenery and characters, and they wanted us to help them bring those to life. Bij ons natuurlijk in de branche een hele bekende animatronic bouwer. En wij hebben toen op onze afdeling hebben heel veel lol in gehad met een camera de figuur al opgenomen. Daar hebben we ons proberen te verplaatsen in hoe beweegt Pardoes, hoe beweegt Almar. Dat is natuurlijk een wijsgeer, een wijze man die over het heelal uitkijkt. En af en toe daarin wat in ziet wat wij niet zien. Dat probeer je dus met de bewegingen te versterken. En die films zijn gegaan naar Garner Holt. Zij hebben dat weer geïnterpreteerd in techniek. En die techniek is weer hier naartoe gekomen en wij hebben zoveel mogelijk het figuur willen laten bewegen en vormgeven. Waardoor het karakter van het figuur er zo goed mogelijk uitkomt. The transition from an initial sketch, what we call the spark, into something that is real and tangible is really incredible. It's really almost like having a kid. You have something that is a thought, an idea, an expression, but until you really can see it and feel it and make it move, it's not real. And so suddenly here we are at the end of a very long road. Ik vind als een figuur kan bewegen, dan moet je hem ook laten bewegen vanuit zijn karakter.
Maar vaak, vanuit die grote beweging, zijn het vaak de kleine dingetjes die het figuur opeens heel menselijk en levendig maken. Dus van grote gebaren die het figuur kan maken, hebben we ook hele kleine, subtiele dingen toegevoegd. En die twee elementen maken het figuur, de animatronic, heel levendig en menselijk. Het is even de ogen dichtknijpen of even net de andere kant op kijken. What we love so much about working with the Efteling is that they have a sense of tradition and a sense of through line in their stories and their design and their people that we very rarely see at other parks. And so when you come here, it's literally like stepping into another world. It's totally new and totally different. And the designers understand that and they're very careful with that. And so as a result of that, their work here is much more detailed, much more loving in a lot of ways than many projects in the world. It's just a joy to work with them. Uwe Majesteit, koning Pardulfus Domerano. Het is met enige weemoed dat ik dit tijdelijk verblijf voorgoed verlaat. Maar de blijdschap over mijn nieuwe onderkomen heeft vanzelfsprekend de overhand. Als u zeer binnenkort in uw nieuwe paleis dagelijks bezoekers ter audiëntie zult ontvangen, hoop ik u te kunnen dienen zoals ik dat ook vanaf deze plek heb mogen doen. Uw trouwe en altijd toegewijde dienaar. O.J. Punctueel. Abonneer je op het Efteling YouTube-kanaal en bekijk alle afleveringen van The Making of Symbolica.